De moord op deze man, dit is Nabil Amzib, zorgde begin maart voor een nieuw dieptepunt in de veten in de Amsterdamse onderwereld. Zijn hoofd werd achtergelaten op de stoep voor een shisha-lounge, een waterpijpcafé. Vanavond nog niet eerder uitgezonden bewakingsbeelden en een beloning van 20.000 euro. En omdat de politie zoveel mogelijk mensen wil bereiken, ondertitelen we ook in het Arabisch. Woensdagochtend, 9 maart. Het wemelt van de politie voor de Fairouz Lounge aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Dat heeft alles te maken met een lugubere vondst. Hier op de stoep, recht voor de ingang van dit café, zien voorbijgangers die ochtend een hoofd liggen. Het is het hoofd van deze Amsterdammer, Nabil Amzib, 23 jaar oud. Nabil woonde met zijn familie in de wijk Kattenburg, vlakbij het Scheepvaartmuseum. Hier groeit hij op met zijn Marokkaanse ouders, zijn broers en zusje. In 2014 slaagt hij voor zijn opleiding tot servicemedewerker in de bouw aan het ROC. In het eerste studiejaar loopt hij stage bij een woningbouwvereniging, waarover hij enthousiast vertelt in een interview. Wat hij vooral leuk vindt zijn de sociale contacten die het werk met zich meebrengt. En dat hij meehelpt de problemen bij de huurders op te lossen. Maar wat een paar jaar geleden begon als een veelbelovende carrière in de bouw, eindigde afgelopen maart abrupt. Zijn omgeving heeft een hoop vragen en begrijpt niet waarom Nabil op zo'n brute manier aan zijn eind is gekomen. Een week na zijn dood organiseren geschokte familieleden en vrienden een stille tocht voor de Lange, zoals Nabil werd genoemd. Dit mag nooit en dan ook nooit meer gebeuren. Hij mag niet vergeten worden. Deze jongen mag echt niet vergeten worden. En de dader moet opgepakt worden. Ondertussen onderzoekt een team van tientallen rechercheurs wat er precies is gebeurd en wie hem dit hebben aangedaan. Zo bekijkt de politie zoveel mogelijk bewakingsbeelden die woensdag 9 maart aan de Amstelveenseweg zijn opgenomen. Daarop is deze man te zien. Deze beelden kent u waarschijnlijk. Rond 4:15 ochtends loopt hij met een tas richting de Fairouz Lounge. Daar laat hij het hoofd van Nabil achter en rent weg. Het lichaam van Nabil werd al een dag eerder aangetroffen, nagenoeg ontkleed, achterin een uitgebrande Volkswagen Caddy. Het was op deze parkeerplek aan de Meijerhof, een rustige woonwijk in Amsterdam-Zuidoost. De nacht van maandag 7 op dinsdag 8 maart is op deze plek de Caddy neergezet en in brand gestoken. En dat is gefilmd door een beveiligingscamera. Rond 1 uur die nacht wordt de Caddy met Nabils lichaam achtergelaten. Buiten beeld loopt de bestuurder weg. Een uur lang staat de Caddy onbeheerd op de parkeerplaats. Dan zien we een explosie en een flinke brand. Een man rent weg, vergeet bijna zijn fiets en rijdt zo snel mogelijk de straat uit. Ja, mevrouw Lust, al eerder maakte u bekend dat Nabil nog niet echt bekend stond als een grote crimineel. Misschien dat het juist daarom wel zo schokkend is dat hij zo is toegetakeld. Ja, met deze afschuwelijke afloop heeft natuurlijk ook niemand in zijn omgeving rekening gehouden. Nabil was geen onbekende van de politie. Hij is in het verleden een aantal keren veroordeeld voor relatief kleine vergrijpen. Maar mede door de manier waarop hij is aangetroffen, houden we er toch rekening mee dat hij betrokken is geraakt bij het Amsterdamse onderwereldconflict wat sinds een paar jaar speelt en waarbij, zoals we allemaal weten, al meerdere slachtoffers zijn gevallen. Nou hoorden we net al dat u met tientallen rechercheurs eraan werkt om deze zaken op te lossen. Het blijft heel erg belangrijk om te benadrukken dat mensen die iets weten echt rechtstreeks contact met de politie moeten opnemen. Ja, we hebben de afgelopen weken uiteraard uitvoerig onderzoek gedaan en dat blijven we natuurlijk ook doen. Voor een deel van ons onderzoek zijn we afhankelijk van getuigen en van mensen die informatie met ons kunnen en willen delen over het leven van Nabil. We merken dat er in de directe omgeving van hem, zijn familie, zijn vrienden, zijn kennissen, dat die allemaal heel graag willen dat deze zaak wordt opgelost. En tegelijkertijd merken we dat er weinig bereidheid is om daar met ons over te praten. En nu begrijpen we natuurlijk dat mensen bang zijn, maar die verklaringen zijn voor ons wel heel belangrijk om dichter bij de oplossing te komen. Ja, en mensen die dan toch met angst zitten om iets te vertellen, wilt u vanavond met klem op iets wijzen? Absoluut. En er zijn echt manieren om in alle vertrouwelijkheid met ons te praten. Dus als er mensen zijn die nogmaals
in vertrouwen met ons willen spreken, dan kunnen ze bellen met ons team Nationale Inlichtingen. Deze gesprekken zijn geheim, volledig anoniem en mensen hoeven dus ook niet bang te zijn dat hun naam terugkomt in het politiedossier. En u kunt dat team Nationale Inlichtingen rechtstreeks bereiken via dit nummer. U ziet het in beeld 079-345-8999. En speciaal voor dit onderzoek zitten er vanavond ook bij de opsporingstiplijn op 0860-70 Arabisch sprekende mensen klaar om met u te praten. We gaan zo nog even opnieuw kijken naar die nog niet eerder vertoonde beelden van het in brand steken van de caddy waarin Nabil's lichaam werd gevonden in die nacht van maandag 7 op dinsdag 8 maart. Maar ook de periode iets eerder is heel erg belangrijk, want in de dagen daarvoor was Nabil al spoorloos. Op vrijdag 4 maart, 4 dagen voordat hij werd gevonden, is Nabil 's middags thuis in de flat aan de Kattenburgerstraat. Hier is hij die vrijdagavond voor het laatst gezien, bij coffeeshop El Guapo, waar nu de rolluiken voor zitten, aan de Nieuwe Nieuwstraat in het centrum van Amsterdam. Nabil is hier met een aantal bekenden en rond een uur of 9 vertrekt hij alleen. Misschien heeft iemand dat gezien. Daarna blijft het stil en heeft niemand meer contact met hem gekregen. Wat is er in de dagen daarna met hem gebeurd? Ergens tussen vrijdagavond 4 en dinsdagochtend 8 maart moet Nabil om het leven zijn gebracht. Ja, die periode van 4 dagen die is cruciaal in het onderzoek. Ja, absoluut. Want sinds die vrijdagavond kreeg zijn familie dus geen contact meer met hem. En dat was heel ongebruikelijk, omdat hij altijd wel bereikbaar was op een van zijn telefoons. Dus sinds die vrijdagavond, 9 uur na het bezoek aan El Guapo, is er dus iets met hem gebeurd wat fataal is geworden. We willen graag weten waar hij is geweest in die periode van vrijdag 4 maart tot dinsdag 8 maart. Dus wie heeft contact met hem gehad en wie heeft hem gezien? Het onderzoeksteam wil dat natuurlijk precies weten waar hij in die periode is geweest. En natuurlijk ook waar hij om het leven is gebracht. Dan nog een apart aspect aan deze zaak. Toen Nabil verdween, droeg hij hele dure merkkleding. Maar die merkkleding was verdwenen toen hij werd gevonden. Ja, klopt. Nabil is grotendeels ontkleed. Dus achterin die Volkswagen caddy gelegd. En die kleding hebben we inderdaad nog niet gevonden. Nabil droeg onder andere een donkerkleurige driekwarts jas van het merk Canada Goose met een bontkraag. Daaronder droeg hij een zwart trainingspak. En dat is precies zo'n trainingspak als wat hij hier draagt van het merk Stone Island. En daaronder droeg hij zwarte Prada schoenen. Verder had hij een bruin schoudertasje bij zich van het merk Louis Vuitton. En we zien Nabil hier ook precies met datzelfde tasje. En we willen natuurlijk heel graag weten waar die kleding en dat tasje zijn gebleven. En verder wilt u uiteraard weten wie die persoon is, die man die het hoofd van Nabil heeft achtergelaten. Ja, dat klopt. En de vorige uitzending heeft zeker concrete tips opgeleverd. Die zijn we nog aan het onderzoeken. Maar we kunnen natuurlijk nog meer informatie gebruiken. Dus ook nogmaals de vraag, misschien dat er mensen zijn die deze man herkennen aan zijn kleding. Hij droeg dus een gewatteerde jas. Of aan zijn manier van lopen. Ja, en omdat de oorspronkelijke beelden waarin hij het hoofd neerlegde scheef waren, laten we ook nog even deze versie zien. We hebben dat beeld wat gedraaid, zodat we hem rechter in het gezicht kunnen zien. Misschien helpt het bij de herkenning. En nu hoop binnenkort sowieso meer te kunnen vertellen over de lengte van de man. Ja, we hebben de hulp ingeschakeld van experts, zowel binnen als buiten de politie, om die beelden te analyseren. En het is de bedoeling dat ze onder andere zo nauwkeurig mogelijk proberen te achterhalen wat de lengte is geweest van deze man. We hopen natuurlijk binnenkort die resultaten te krijgen. En als het nodig is voor het onderzoek, zullen we die ook naar buiten brengen. Goed, gaan we verder naar de nieuwe beelden van de Volkswagen Caddy met daarin het lichaam van Nabil. Daar zit ook geluid bij, dus kijk eerst even hier dat parkeren op dat toch best drukke hofje bij een hof. En luister dan even wat er een uur later gebeurt. En dan zien we dus de brandstichter wegrennen, vergeet zijn fiets bijna en dan rijdt hij dus fietsend heel snel weg. Ja, en dankzij die beelden weten we in ieder geval dat er vermoedelijk meerdere personen betrokken zijn bij de dood van Nabil. Dus allereerst die man die dus die caddy parkeert in de nacht van maandag 7 op dinsdag 8 maart. Dat zien we hier nogmaals, was rond een uur of 1. Dan een uur later wordt die auto in brand gestoken met die knal en die vlammen. Nou, mogelijk is dat iemand anders dus dan degene die de auto parkeerde. Die persoon die vlucht dan op de fiets. Uiteraard willen we heel graag weten wie dit zijn. Maar we zijn ook op zoek naar nieuwe getuigen die die nacht iets gezien hebben of iets is opgevallen op de Meijerhof in Amsterdam Zuidoost. Dat ze nu in verband brengen met deze zaak. En dat zou zomaar een man kunnen zijn die dus hard is weggefietst.
Ja, de hoofdofficier van justitie in Amsterdam stelt dus een beloning ter beschikking van 20.000 euro voor de tip die leidt naar de oplossing van deze zaak. Speciaal voor dit onderzoek zitten dus mensen klaar bij de tiplijn die Arabisch spreken. En nogmaals, het verzoek aan mensen die iets weten maar bang zijn om met de politie te praten. Voor u is er dat nummer van het team Nationale Inlichtingen 079-345-8999. En met uw tips kunt u dus ook terecht bij live.politie.nl of via deze nummers. Bel de opsporingstiplijn 0800 6070 of tip via Meld Misdaad Anoniem 0800 7000.